Wat was jouw eerste ervaring? Mijn eerste ervaring? Nou, ik dacht dat ik seks had op mijn 8e, dat dacht ik. Maar dat was niet zo. Want dat was een teddybeer. Ik had een buurmeisje en om een heel lang verhaal kort te maken, die kleedde zich uit en naakt. En ik ging naakt op haar liggen, stil, dus ja, geen bewegingen. En zo lagen we. En ik dacht dat ik seks had. Maar dat is toch ook... En ik was een jaar of 8 en ik was, ja, dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Dus mijn ex, ja, het was heel schattig. Ja. Zo, ja, dat vond ik zelf toen niet. Ik vond het heel spannend. 21. Maar dat maakte het een beetje raar. Dat maakte het een beetje raar. Nee, hij was vroeg rijp. Nee, maar we waren allebei 8 of zo. En we dachten dat we seks hadden. En ik lag gewoon op. En volgens mij duurde het overigens maar 3 kwartier. Dus het was echt best wel 3 kwartier stil liggen? En dat red je nu nooit meer. Dat nee. Maar mijn eerste seksuele... Maar mijn echte seksuele ervaring... was toen ook een jaar of 14 of zo. 14, ja. Dat is ook wel jong. 14, dat is ook wel jong. Is dat nog? Oh, ja, ik